Klop, klop, Giel! Hallo, wie staat daar? Ik sta voor je deur, ik ben de professor. Hallo professor, hallo, mooie dag vandaag hè. Ja, zeker, hele mooie dag en het is nog een mooiere dag dan normaal. Hoezo dat dan weer? Omdat ik een splinternieuwe uitvinding heb. Een splinternieuwe uitvinding? Waar heb je het over? Wat voor uitvinding is het deze keer nou weer? Nou, ik kan het je denk ik het beste laten zien en dan leg ik het wel uit als we er zijn. Normaal. Oké. Okay. De vorige keer ben ik al naar Mick toe gegaan voor een nieuwe uitvinding. Dus ik dacht, misschien deze keer eet mij Giel. Oké, ik ben heel erg benieuwd. Mag ik eventjes meekomen dan? Natuurlijk, loop mee. Oké, ik ben heel erg benieuwd wat je voor uitvinding hebt, professor. Ja, dit is echt iets compleet nieuws. Je hebt het nog nooit gezien. Oké, ik ben heel erg benieuwd wat het is. Kijk eens aan, hier staat hij al in het klas. Wat is dit nou weer voor iets? Ja, wat denk je dat het is? Gok maar. Ik weet niet, ik kan het misschien wel pakken of zo. Oh, nee, niet op klikken, Wat is er gebeurd? Wat is dit? Ik heb geklikt en de... Professor? Hallo? Hallo? Professor? Hallo? Wat is er gebeurd, professor? Ik snap het niet. Hallo? Professor? Hallo? Ben je doof of zo? Jeetje, wat is hier aan de hand? Oké, ik snap er helemaal niks van. De professor staat hier in één keer... Oké, hij staat helemaal stil. Heb ik hem op pauze gezet of zo? Eens even kijken, hoe heet het ding überhaupt? Pauzeapparaat, jazeker. Oké, dit is echt top. Ik heb dus een pauzeapparaat gevonden. En ik heb denk ik nu de professor op pauze gezet. Of heb ik iedereen op pauze gezet? Ik heb echt geen idee. Dadelijk heb ik de hele Minecraft-wereld ineens op pauze gezet. Oké, laten we eens eventjes gaan kijken of dat zo is. Waar zijn dieren eigenlijk? Als ik ergens dieren kan zien bewegen, dan weet ik in ieder geval dat ik niet de hele wereld op pauze heb gezet. Ik zie op dit moment nog helemaal niks bewegen. Ik weet niet wat dit apparaat nou precies doet. Oké, ik vind het een beetje apart. Oké, de camera's bewegen nog. Oké, dit is goed. Ik denk niet dat ik de hele wereld op pauze heb gezet. Ik denk dat ik alleen de professor op pauze heb gezet. Wacht, ik ga heel even kijken of dat hij er nog precies op dezelfde plek bij staat. Want ja, ik wil het gewoon even zeker weten, oké? Ik wil gewoon weten wat dit nou precies voor apparaat is. Een pauzeapparaat, zo heet het. Dat weet ik. Maar wat is dit voor iets geks? Oké, hij staat echt nog precies op dezelfde plek. Oké, dit is heel erg raar. Misschien kan ik hier wel heel erg... veel leuke dingen mee doen. Weet je wat? Ik denk dat ik even naar Mick ga. En misschien kan ik wel iets leuks doen waarbij ik hem op pauze zet. Oké, ik ga hier naar het huis van Mick. En ik ben heel erg benieuwd of dat hij thuis is. Eens eventjes kijken hoor. Ik ga hier gewoon gelijk naar boven. Is dit eigenlijk wel zijn voordeur? Ik weet nooit waar Mick zijn voordeur zit. Is dit zijn voordeur? Ja, ik denk het wel. Klop, klop. Mick, hallo? Misschien doe ik het de hele tijd al verkeerd. Hallo Mick, waar ben je? Ik zie hem hier helemaal nergens. Dit is een beetje raar. Mick, hallo? Heb ik dan toch iedereen op pauze gezet? Ik weet het echt niet. Mick, hij moet hier toch ergens zijn? Oké, hij is hier niet op zijn balkon. Hè? Oh nee, dadelijk heb ik iedereen op pauze gezet. Misschien kan ik het niet eens meer terugdraaien. Oh nee. Mick, hallo? Ben je hier? Oké, hier is hij ook niet. Misschien dat hij in zijn oude huis is of zo. Dat zou best wel kunnen. Oké, wacht, laat ik daar maar eens eventjes gaan kijken. Maar eerst is het tijd om eventjes wat te eten, want ik had bijna geen eten meer. Oké, ik ga hier deze deur door en Mick, hallo? Ja, ik ben beneden in de mine. Beneden in de mine? Ik hoor het hier al vandaan komen, dat geluid inderdaad. Oké, Mick, kom eraan. Wat ben je aan het doen? Aan het minen, Oké, dat is best wel logisch. Sorry, dat was echt een ongelooflijk domme vraag. Maar waar ben je voor aan het minen dan? Ja, ik denk voor dirt, man. Ja, Oh ja. Nee, Mick, ga je nou echt zo sarcastisch lopen doen? Ja, wat denk je? Diamonds. Oké, diamonds. Oké, dat is heel erg fijn. Ik zou ook wel diamonds willen hebben eigenlijk. Ja, kom maar helpen. Waar ben je? Ja. Ik ben hier. Mick, waar ben je ergens? Oh, hier. Hallo? Oh, je bent daar. Oh, hier, kijk eens. Ja, ik ben bij de trap, maar ik kan je niet... Oh, daar ben je. Oké. Ja, kijk, okay. Ik was hier aan het minen. Ja, we kunnen wel ieder een kantje doen anders. Ja. Is helemaal goed. Oké, doe ik deze kant. Sorry, ik had even de toortje. Nee, oké. Wat bedoel je nou? Ja, zo. Nee, dat is goed. Doe het nu, doet. Oké. Ja. Hé! Wajo! Diamonds! Ik allemaal hebben. Oké. Het is diamonds! Oké, ik weet niet wat hier... Oké, Mick staat ook op pauze. Let's go! Ik kan nu al deze diamonds pakken. Dit is echt top, mensen. Oh, dit is echt geweldig. Wacht, ik ga hem dadelijk weer van pauze afhalen als dat kan. Dat gaan we dus testen. En als dat kan, ben ik heel erg benieuwd wat zijn reactie is. Oké. Zo, hoppa. Diamond! Wat zijn die diamonds? Ja, dat weet ik ook niet. Het is heel raar. Ze zijn in één keer verdwenen. Had jij nou diamonds in je hand? Nee, ja, maar die waren van die challenge. Maar ze stonden toch hier? Huh? Ik heb ook 3 diamonds in mijn hand, opeens. Oh. Dat is raar. Oh.
Okay, zou er een glitch zijn of zo? Dat die diamonds zijn wel in mijn inventory. Ik weet niet hoe dat kan, inderdaad. Weet je wat? Wacht. Huh? Zijn het wel echte diamonds? Kan je het eens laten zien? Ik geef ze ook gewoon meteen weer terug, hoor. Maar als je ze even voor je gooit, dan... Giel, je ziet wel dat het echte diamonds zijn. Nee, maar kun je dat alsjeblieft even doen? Gewoon? Nee, ik ga weer door met minen. Giel, je wil ze gewoon nakken. Ik ken je langer dan vandaag. Nee. Okay, weet je wat? Mick, veel succes met minen nog, hè? Ja, ik wil nog meer diamonds! Okay, nou, ik ga weer eventjes terug. Want ik ben heel erg benieuwd wat de noob allemaal aan het doen is. Misschien had ik hem ook even kan trollen, maar dat was zo dom. Ik hak natuurlijk die diamonds weg vlak naast Mick, waardoor hij ze heeft opgepakt. Okay, dit had heel erg goed kunnen zijn. Maar helaas is het een klein beetje anders gegaan dan ik hoopte. Okay, ik ben weer bijna boven. En wat zouden we bij de noob kunnen doen? Ik heb echt geen idee. Ik denk dat ik gewoon een beetje ga praten en gewoon maar eens een beetje ga kijken wat er ontstaat. Ik ga in ieder geval sowieso dit apparaatje gebruiken. Okay, ik ben hier bijna bij het huis van de noob. En laat ik maar eens eventjes kijken of dat hij überhaupt thuis is. Dat is natuurlijk ook wel handig om te zien. Okay, klop, noob, oh, hallo. Oh, hallo, wie staat thuis? Aan de deur? Ja, ik sta niet binnenkomen. Ik sta namelijk buiten, achter je. Buiten? Oh, je bent hier. Ja, ik was in de tuin bezig hierachter. Bij schuur. Okay. Maar ik hoorde jou kloppen. Dus ik denk, nou, dan kom ik wel even. Maar hier binnen is niks te zien, hoor. Okay. Nee, prima. Noob, wat ben je allemaal aan het doen vandaag? Wat ben jij allemaal aan het doen vandaag? Ik was helemaal niks aan het doen. Ik was dicht aan het tellen. Okay, hier, okay, en een bordje had ik gemaakt. Pauze. Ik denk dat hij... Ja, okay, hij staat stil. Oh, wat kan die noob praten, zeg. Jongen. Wacht, ik hou hem eventjes van pauze af. Wat, maar ik was dicht aan het tellen. En heb je een bordje? Die mocht je van mij krijgen. Bordje, waar heb je het over? Dit was een raar gevoel. Het leek wel of Wat een raar gevoel? Waar heb je het over? Ik snap niet waar je het over hebt. Ja, ik stond gewoon stil. Ik weet niet. Ik was in één keer was het nieuws of zo. Nieuw? Oké. Okay. Ja, was het gewoon nieuw. Ik stond gewoon... ik weet niet. Mijn hoofd is raar nu. Hey, maar wat ga jij doen? Ik ga vandaag eventjes langs iedereen om even te kijken hoe dat het met hun gaat, weet je wel. Ik dacht, ik maak gewoon even een rondje. Ja, bij mij gaat het goed. Ik heb er heel veel dirt heb ik heel veel nog steeds hier. Er zit heel veel dirt in. En mag je ook wel hebben. Als jij mee wil zitten op het bouwen, dan mag je wel bij mij mee bouwen met dirt of zo. Als je niks te doen hebt, mag dat wel, hoor. Pauze. Okay, jongens, ik word helemaal gek van al dat gepraat. Ik weet niet wat hij vandaag heeft, maar hij praat heel erg veel, die noob. Ik denk dat ik zo gewoon maar eens eventjes naar de pro toe ga, want... Ik ben wel benieuwd hoe dat het met hem gaat. En dan kan ik ook eventjes dit ding gaan gebruiken op hem. Maar ik ga de noob er natuurlijk niet zo bij laten staan. Van pauze af zo. Ja, maar je stond net hier en nou sta je daar. Wat gebeurt hier? Gekke dingen, joh. Heel erg apart, hè. Wat gebeurt hier allemaal? Ja, sorry. Noob, ik ga eventjes... Wat zeg je nou? Ik weet niet. Mijn hoofd is raar. Het lijkt alsof ik stukken mis of zo. Niks aan de hand. Ik heb er in ieder geval niks mee te maken. Ik ga even naar de pro toe, want ik wil hem... dat is wel leuk. Ik wil ook wel mee naar de pro, want voor... Nee, Noob. Waarom niet? Ik wil ook gewoon even naar de pro kijken hoe het met hem is, want hij moet mij ook dingen leren. Ik ga naar de pro. Nee, maar hij moet mij ook dingen leren, anders blijf ik altijd een noob en dan ben ik eigenlijk helemaal niet... Hoppa, okay. Ik heb een idee. Ik heb hier obsidian en ik ga gewoon eventjes de noob inbouwen. Wacht, kan ik hem verder duwen? Ja, dat kan. Top. Okay, ik doe zo. En dan zo en zo. En dus eventjes kijken. Ik moet eventjes één blokje hebben of zo. Even kijken. Zo, dicht. Hoppakee. Dan doen we die hier. En dan ga ik hier dit maken. Zo. En dan doe ik eventjes zo, omdat het makkelijk is. En dan zo en dan zo. Dan hak ik deze blokjes weer eventjes weg. En dan ga ik dit zo doen. En zo, weet je wat? Zo komt hij er toch niet bij uit. Oh, wacht. Hij kan natuurlijk hieronder gaan graven. Oh, nee. Dat is niet goed. Okay, dan hak ik dit eventjes weg. En als het goed is, blijft de noob dan gewoon zweven. Dat hoort wel zo, toch? Wacht, zullen we eens kijken? Even kijken. Ja, hij zweeft gewoon. Wow, dit werkt echt supergoed, dit apparaat. Okay, dan stop ik hier. Pam, ook nog een obsidian blokje. En dan zit hij gewoon echt helemaal vast. Ik ben super benieuwd hoe dat hij reageert als ik hem weer van pauze afhaal. Van pauze af! Wow! Wat gebeurt hier? Ik zit... Hey! Hier is dirt! Oh, hey, dat is mijn dirt! Hey! Noob, ik zei toch dat ik alleen naar de pro wilde? Nee, ik wil ook mee naar... Maar wat gebeurde er? Ik stond gewoon stil en nou zit ik lekker hier vast! Noob, ik ga er even Ik snap er helemaal niks van! Nee! Ik heb de noob nu eigenlijk op een andere manier gewoon een pauze gezet, want nu kan die ook geen kant op. Oké, hier is de pro. Ik zie hem... Ja, ik zie hem al lopen hierboven. Pro, hallo! Hallo? Pro.
Ik wil eigenlijk wat tegen je vertellen. Ik heb echt iets super gaafs gekregen. Oh, wat heb je dan? Of ja, gekregen, gepakt eigenlijk gewoon. Even geleend. Nou, ik heb hier een pauzeapparaat. Pauzeapparaat? Wat doet dat dan? Ja, zeg maar, ik kan nu zeg maar zeggen pauze. En dan, kijk, ja, nu... Oké, hij hoort me ook gewoon niet. En van pauze af. Ja, ik heb je zojuist op pauze gezet met de pauzeapparaat. Oké, dat is echt extreem gevaarlijk, Giel. Dat heb je gewoon gepakt extreem uit het lab? Extreem gevaarlijk? Kom op, dit is toch superleuk? Heb je dat gewoon gepakt uit het lab? Ja, nee, de professor wilde het aan me laten zien. Maar anders had hij het weer allemaal op mij lopen testen. Dus ik dacht van, dan kan ik het net zo goed zelf gaan testen. Dat is veel leuker. Dus hij wilde het aan je laten zien en toen heb jij het gepakt en ben je weggelopen. Inderdaad, ik vind dat best wel... Giel, dat is echt extreem gevaarlijk. Extreem gevaarlijk, je moet het echt gelijk terugbrengen naar de professor. Je moet wel in de goede handen blijven. Pauze, dus die heeft helemaal niks door. Ja, oké, haal hem van pauze af en geef hem terug. Nee, hoezo? Dit is echt gevaarlijk. Je gaat dadelijk iets fout doen. Je weet niet eens hoe het apparaat werkt. Nee. Dat gaat niet gebeuren, bro. Ik ben echt super goed met dat apparaat en ik zou er nooit misbruik van maken. Giel, ik pak hem gewoon van je af hoor, als je zo doet. Nee, pauze. Hoppa. Oh. Ja hoor, hij staat hier stil. En ik heb eigenlijk best wel een leuk idee. Als ik hier zo door het huis van de pro heen loop, zie ik een hele hoop dingen. Maar vooral heel veel blauwe meubels. En hier een blauw bed. Wat nou al verander ik dat allemaal in het paars? Ik vind dat echt een supergoed idee. Wacht, dan moet ik eventjes naar huis lopen. En dan ga ik eventjes allemaal paarse dingen halen. En dan ga ik eventjes wat dingen veranderen in het huis van de pro. Hij staat nu toch stil. Hij kan geen kant op. Hij gaat het pas doorhebben als hij dadelijk van pauze af is. En de noob staat hier ook nog steeds stil. Hallo noob. Hé, ik probeer hier helemaal te hakken, maar het werkt niet. Ja, nee, sorry. Ik haal je er straks wel uit. Ik zit... doe ik straks. Oké, ik moet eventjes naar mijn bunker toe, want daar liggen al mijn paarse spullen. En weet je wat, misschien kan... Ik ga gewoon deze bank gewoon een stukje meenemen. Dat is eigenlijk best wel een goeie, want ja, op deze bank zit ik letterlijk nooit. Dus dat kan echt geen kwaad. En wat heb ik nog meer wat paars is? Hier heb ik nog wat paarse dingen. Oké, ik heb hier een hele stack met paarse wol. Dit moet helemaal goed komen. Ik kan gewoon het huis van de pro helemaal vol plaatsen met paarse wol. Dat is een heel goed idee. Je moet me helpen! Hey. Nee. Dadelijk, ik kom zo terug. Oké, ik vind het eigenlijk wel een beetje zielig worden voor de noob. Oh, dat kan ik echt niet maken. Oké, ik ben nu weer bij de pro en het staat nog steeds stil, zoals het hoort. Laat ik maar eens eventjes gaan kijken waar ik allemaal paarse dingen neer kan zetten. Oké, wacht. Ik pak hier eventjes de wol erbij. Dan ga ik hier eventjes een hele hoop paarse wol neerzetten zo. Hoppakee, gewoon een beetje vol zetten dat huis. Hoppa, en dan gaan we hier naar boven en dan gaan we daar. Hoppa, gewoon hetzelfde doen. Oh, hij gaat het echt niet leuk vinden. Hij kan het in principe makkelijk opruimen. Het is niet dat ik iets sloop, oké? Ik ga alleen zijn bank slopen. Dat is wel één ding wat ik ga slopen. Want ik heb namelijk een veel mooiere bank daarvoor in de plaats. Oké, kijk eens eventjes. Dit is echt geniaal. Hij heeft nu een paarse bank. En laat ik gewoon alle wolblokken hier zo gaan plaatsen. Heeft hij nog ergens een plek waar ik wat wol neer kan zetten? Oh, hieronder. Dit is ook wel een prachtige plek. Oké, let's go. Gaan we dit zo ploep, 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 ploep. Oh, zo. Dan hier nog 1, 2. Oké, ik ga dit gewoon even blokkeren. Zo, hoppakee. En hij krijgt ook nog een paarse bureaustoel cadeau. Waarom ook niet? Die had ik ook nog. Oké, laten we maar gewoon van pauze afhalen. Dit kan echt niet. Zijn hele huis staat vol met paarse blokken. Oké, van pauze af. Hoppa. Hier geven, Giel. Geef dat ding. Nee, je krijgt hem niet terug. Hey, draai eens om. Staan er nou allemaal paarse blokken in je huis? Paarse blokken in mijn huis? Wat is dit dan weer? Wat apart. Doei, bro. Giel! Nu ga je niet meer wegkomen. Oh, de pro haat me echt, denk ik. Oh, nee. Oké, laat ik maar gewoon teruggaan naar de professor en hem van pauze afhalen. En even kijken, waar is hij ook alweer gebleven? Hij zei letterlijk dat ik niet aan dat apparaat moest zitten. Dat is het laatste wat hij heeft gezegd. Oké, van pauze af. Niet opduwen. Nee. Ik zou niet durven. Maar professor, ik bedenk me nu. Ik heb een belangrijke afspraak staan vandaag. Ik heb eigenlijk helemaal geen tijd om dit te testen met je. Maar ik ga er vandoor. Oké, doei. Ik kom een andere keer wat terug. Oh, nee. Volgens mij is Giel mij vergeten. Ha, maar nou dat ik hier toch ben, klik hier om Mix een video te zien van de survival.